nu dit project, Acoustic Dance Music. Ja, wanneer is het eerste idee ontstaan hiervoor? Het eerste idee is eigenlijk ontstaan tijdens de Armenoni Tour. Überhaupt is het hele idee tijdens Armenoni geweest. We zijn nu bezig met de derde tour, die heet Intent. En de eerste heette Imagine, gelijknamig aan zijn album. En toen waren we ik zat daar op die hotelkamer. En dat was in België, dat weet ik nog wel. Het was met, we hadden net een soundcheck gedaan van het nummer Going Wrong. Met Chris Jones. En op een gegeven moment, ik zat daar in mijn hotelkamer. En je zit je toch wat te vervelen, zeg maar. Je wacht tot je pick-up is van je hotel naar de venue. En ik bel hem op in zijn hotelkamer. Ik zeg van, laten we jouw liedje gewoon eens een keer met akoestische gitaar spelen. Gewoon lachen. En dat heb ik opgenomen op een telefoon, een iPhone of iets. En gewoon even simpel. En dat maakt allemaal niet uit. En voordat ik het wist, werd daar echt honderdduizenden keren bekeken. En toen had ik iets van, het klonk heel crappy. Het was echt een geintje. En zo heb ik er meerdere gedaan. En toen was ik nog helemaal niet bezig met van, oh, hier ga ik een album van maken. Totdat eigenlijk bij de tweede tour aan het eind mensen echt gingen twitteren van, gast, maak hier eens een album van, want dit is gewoon echt te gek. En toen was ik nog heel sceptisch in eerste instantie. Van, ga ik niet doen. Maar ja, nu is het er toch, dus ze hebben het toch gelijk gekregen. Hoe was het voor jou dan, zeg maar, ik bedoel, dat je door die nummers loopt? Jij zei van, dat die nummers eigenlijk over, gewoon, je wil aantonen dat die nummers gewoon overeind blijven staan. Ja. Ik ben even doorheen gegaan, zeg maar, jaartallen. Oh, cool. Ik neem aan dat de laatste plaat is gewoon niet meegenomen, denk ik. Nee. Überhaupt niet? Nee, we wilden echt eerst de classics, degene die ik al in de hotelkamers had gedaan, ja. Die wilden we echt als eerste doen. Oké. Het blijkt dus uit dat jij eigenlijk het laatste werk van hem het beste vindt. Dat uit 2003 en 2005 en zo, dat was allemaal wat... Of niet? Nou, nee, maar dat heeft meer met de tour te maken. Okay. Omdat ik toen op die tour was. Dat ik, dat zou je inderdaad kunnen denken. Het is goed dat je dat zegt, maar het is vooral dat ik gewoon op die tour was en die artiesten waren. Oké, dan helder. Laten we gewoon eens kijken. Er zijn een paar non-album singles geweest die je hebt gedaan. Vijf van Mirage, twee van Imagine en Shiver 76 eentje. Zo, je hebt goede voorbereidingen. Nou, het staat allemaal hier, dus... Te gek. Maar als je, zeg maar... Welke song heeft jou het meest verrast, zeg maar? Die je zegt van, nou, dat bleek toch moeilijker of anders te zijn dan ik aanvankelijk dacht. Of verrast jou niks meer, dat kan natuurlijk ook. Maar... Nou ja, ik denk dat Feel So Good met Nadia Ali, dat is track 1, dat is ook de eerste single. Die is vooral heel leuk omdat die... Ik bedoel, al die nummers zijn natuurlijk anders dan dance, maar dit is gewoon een jazz nummer eigenlijk. En dat was eigenlijk de grootste uitdaging om te doen. En daarom was het ook, denk ik, voor mij en voor de band ook het meest verrassende om die te doen. Omdat het echt wat anders is. Ik bedoel, het is... Ja, en het was heel erg spannend. Zelfs de zangeres Nadia Ali, die ook het origineel heeft gezongen, die had in eerste instantie zoiets van, jongens, moeten we dit wel doen? Het is echt jazz en ik ben geen jazzzangeres. En dat was voor ons wel ook zelf wel even een punt van, moeten we dit wel doen? We doen het gewoon. Hoe maak je dan die omschakeling van, zeg maar, hoe het origineel is naar die jazzversie? Was dat bewust of zit er gewoon al een jazzgevoel in voor jezelf? Nee, er zat nog geen jazzgevoel in. Dat is eigenlijk gewoon heel random. Je zit in de studio, je zit een beetje te klooien en je denkt op een gegeven moment van... dat is het echt. Je zit gewoon te klooien en op een gegeven moment als geintje speel je dat. En dan zegt iemand, hey, is dat niet een cool idee om dat eens te doen? Ja, laten we dat maar eens proberen. En voordat je het weet, wordt dat ineens dan de versie. Hoe is de selectie van deze nummers ontstaan? De selectie is vooral, denk ik, ontstaan doordat ik ze ook heb gedaan op de tour. Dus het is wel echt gelinkt aan al die tours. Ja, maar dan heb je nog de keuze voor om dit nummer tijdens die tour te spelen. Die hangt ook ergens vanaf. Ik bedoel, waarom speel je... Gewoon omdat die originele artiesten er zijn. Okay. Als een artiest er niet is, dan is het niet. Ik bedoel, een Susanna, die heb ik een aantal mee gedaan trouwens. Chris was op de tour mee. Nadia Ali heb ik op de tour mee gehad. Het is wel zo dat we op een gegeven moment nog een paar nummers over hadden, om het zo maar te zeggen, waarvan we wilden, we doen er ook een paar die niet op de hotelkamer zijn gebeurd, zoals Utopia bijvoorbeeld, met Adam Young. En daarvan hebben we op een gegeven moment wel gezegd van, toen hebben we echt naar gezocht, van laten we eens een heel ander nummer ook kiezen, gewoon echt voor de gein. Ja. Als je zeg maar, je gaf eerder aan van, nou ja, dat er op een gegeven moment veel herhaling in zit, verschil zeg maar wat je zei, deze nummers heb je gewoon... Hoe...
je hebt 13 nummers gedaan. Kun je iets in zijn algemeenheid zeggen van hoe je zo'n dance track heb je al bewerkt? Wat je zegt van, nou, je weet gewoon dat het vaak zijn ze wat langer die tracks. Je hebt zo'n korte, kun je daar iets meer over zeggen in het algemeen? Wat dat betreft is dit wel echt een uitdaging om dit te doen. Je hebt een... omdat het bijvoorbeeld bij dance is het ook zo dat, wat jij net zelf ook al zei, je hebt geen couplet, refrein, bridge, nog een keer refrein of zo. Soms bestaat het nummer gewoon alleen maar uit alleen maar een refrein of alleen maar één couplet en één refrein. En omdat we hier toch wel weer een beetje de popstructuur willen terughalen, betekent dat je soms gewoon een couplet nog een tweede keer moet doen of zo. Dus het betekent wel dat je de boel moet omgooien en we hebben wel echt akkoordenschema's ook echt omgegooid om ze voor popmuziek ook wel dragend te houden. Welke is daar het meest veranderd? Nou, bijvoorbeeld een Suddenly Summer is bijvoorbeeld er eentje van. Dat bestaat eigenlijk uit 4 akkoorden. En wij hebben er nog een stuk of 5, geloof ik, als ik het goed heb. En wat jazzy akkoorden ook wel aan toegevoegd. Niet dat het een jazznummer is, maar meer om aan te geven dat we hebben het wel een beetje moeten schuiven. Ik moet daar ook wel bij zeggen dat het leuke daarvan is dat wij... omdat we die nummers hebben we dus nu zo opnieuw gedaan, voelen ze wel een beetje alsof het onze eigen liedjes zijn. Want we hebben eigenlijk compleet ons niet gehouden aan het origineel, behalve de zanglijn dan, wat wel het belangrijkste is. Maar voor de rest hebben we het helemaal op onze eigen manier gedaan. Wat vond Armin er zelf van, zeg maar, van die nummers? Nou, wat ik heel leuk vind van Armin is dat hij ons volledig vrij heeft gelaten. Hij heeft wel tussendoor wat nummers gehoord, maar eigenlijk heeft hij vooral het eindresultaat heeft hij gehoord. En hij is geen ongeveer van zijn stoel te vallen van verbazing hoe gaaf hij het vond. Hij wist ook niet dat het zo kon worden uitgevoerd. Had hij zelf nog een favoriet waar hij op terugkwam of zo? Hij had over allemaal had hij wel wat te zeggen. Dus hij vond het natuurlijk ook Feel So Good zo leuk omdat hij zo anders was. Ik begreep dat hij Utopia ook heel leuk vond met Adam Young. Hij kende ook wel een paar versies al van de hotelkamersessies zoals Going Wrong met het intro. Omdat ik die ook zo op die manier live al uitvoerde tijdens de Armenoni show. Dus hij kende er ook wel een paar een beetje. Maar hij was vooral ook over de productie en zo viel hij echt ongeveer van zijn stoel, heb ik begrepen. Zou hij beïnvloed kunnen worden door wat jullie nu gedaan hebben, door zijn nummers op een andere manier aan te pakken? Oh, dat zou je hem echt zelf moeten vragen. Alles kan. Ik denk, wat ik heel leuk vind van Armin is dat hij zich sowieso heel erg laat beïnvloeden. Hij luistert niet alleen maar naar dance. Hij luistert ook naar Coldplay en ook naar popmuziek en ook naar Michael Jackson, om het zo maar te zeggen. En ongetwijfeld naar alles waar een muzikant naar luistert, daar laat je je door beïnvloeden. Ja. Dus misschien dat hij ook wel hierdoor beïnvloed wordt. Ja. Zo kunnen dat hij denkt van, hey god, er zijn wat dingen toegevoegd. Misschien moet ik dat voor de volgende producties meenemen. Ja, misschien. Daar heb ik hem niet over gehoord in ieder geval. Voor jezelf, textueel. Misschien haal ik nu een cliché uit de kast, dus mag er wat op zeggen. Ja, kom erop. Met dance heb ik het gevoel, zeg maar, dat de muziek vooral, de teksten gaan vaak over, nou ja, feel good, noem maar op. Had je dan ook met de tekst dat je zoiets van had van, nou ja, er zit toch een diepere laag in, of daar ben ik door verrast? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik met de teksten niet heel erg bezig ben geweest. Okay. Omdat die al af waren, en daar valt toch niks meer aan te doen. Dus je kan niet zeggen van, we gaan die tekst nog eens veranderen of zo. Er is wel even sprake van geweest. Anna Criado bijvoorbeeld bij Suddenly Summer zei zelf van ik wil wel een tweede couplet schrijven. Dus uiteindelijk is dat niet gebeurd, maar daar wil ik ook iemand dan in vrij laten. Ja. Dus als zij dat zegt, dan zeg ik doe maar. En als ze het uiteindelijk niet gedaan heeft, dan zeg ik ook, is ook goed. Want dat is eigenlijk niet zo heel erg het concept van het album. De liedjes staan eigenlijk al geschreven, zijn al klaar. Dus ik kan niet zoveel over die teksten zeggen.